Nog twee wedstrijden, Thijs, en dan zit deze tweede speeldag erop in de Proximus E-Pro League. En het wordt er eentje tussen Zak Bentato van Anderlecht en, we mogen het misschien toch wel zeggen, de onfortuinlijke Capitoris van Beerschot. Klopt inderdaad, tegen Zeror een moeilijke wedstrijd toch. En uiteindelijk niet dat puntje dat hij initieel had gepakt kunnen heroveren opnieuw. En Zak Bentato vorige week... indrukwekkend tegen BNB Kylie, kwam daar wel eerst op achterstand. Maar dan 5 doelpunten meteen en zit daar in een mooi wit shirt van Anderlecht klaar in zijn klein studiootje tegenover Capitoris. En voor Capitoris geen cadeau om vandaag opnieuw aan de bak te moeten tegen zo'n goede tegenstander. Nee, en terwijl hij eigenlijk na de eerste speeldag het momentum met zich mee had, na dat mooie punt dat hij toch had geboekt tegen Zeror, ja, is dat momentum helemaal gedraaid in een negatieve sfeer voor hem. Hè? Want met 4-0 cijfers wandelen gestuurd dus in die rematch. En nu tegen Zak Bentato, die echt wel pijlsnel uit de startblokken is geschoten. Ja, dat klopt inderdaad. En gaat ook meteen voor die 4-4-2. Is niet van plan om te verdedigen vandaag, maar voornamelijk om aan te vallen. Hopelijk doet hij het beter dan Anderlecht afgelopen week. Hè, tegen, met dat laatste doelpuntje in de laatste minuut met het paasje van Boendo. En Capitoris, ja, die bereidt zich opnieuw voor op alles wat dat er moet of kan gebeuren. Het valt nog te zien. Hij speelde verdienstelijk wel tegen Zeror, ondanks het verlies. Maar Zak Bentato die is gebrand op die 3 punten en die 6-6. Ja, en het lijkt alsof Zak Bentato nu met de 4-4-2 gaat spelen. Als ik me niet vergis, correct me if I'm wrong, startte hij toch met een 5-mans achtervoede tegen Kylie? Ja, eerste wedstrijd een beetje verdedigend gestart, een beetje aftoetsen. Omdat natuurlijk, BNB Kylie is nieuw, je weet niet hoe die gaat spelen. Je kan geen wedstrijden van vorig seizoen bekijken en dan is die zekerheid inbouwen goed. Maar Capitoris heeft hij nu zien spelen. Misschien heeft hij ook wel met Zeror gebeld. Kan altijd om te vragen, ja, hoe speelt die jongen? En gaat hij toch vol voor die overwinning met die 4-4-2. En zal ook bij Zeror gezien hebben dat er wel ruimte in dat centrum ligt bij Capitoris. Ja, want hij kiest voor de 4-2-3-1. Dus we krijgen twee verschillende systemen tegenover elkaar. Ja, en de onfortuinlijke Boendo staat op het plein. Ja, inderdaad. Benieuwd of hij het dan maar in het voetbalspelletje FIFA beter gaat kunnen doen of niet. Anderlecht tegen Beerschot, de voorlaatste wedstrijd van deze tweede speeldag in de Proximus E-Pro League. Meteen op pauze gezet ook door Zak Bentato. Misschien iets mis aan de controllers. Of ja, we zien ook deze keer de naam van de speler zelf in plaats van, van de gamer, zal ik maar zeggen. In plaats van de spelers. Maar we zien ze gelukkig onderaan in het scherm. Sardella is het nu voor Anderlecht. Die tikje terug doet tot bij Morillo. Dan staat Morillo centraal in de verdediging. Sardella nu. En hier dus met Boendo. Heeft wat goed te maken. Sambi Lokonga. Die heeft dat minder goed te maken, want die heeft eerder in ons test-event heel goed gespeeld met Zak Bentato. De backs ook vrij hoog op het veld. Klopt. Boendo nu met Mecha. Nee, raakt er niet door. En dan wordt het uitkijken hoe Capitoris zijn vel gaat kunnen verkopen vandaag. Duur of niet? Dat wordt de hamvraag. Dit was al sinds geen goede bal. En dan zat hij er nu goed tussen met Holzhauser. Tissoudali. Oh, en plots verandert het camerastandpunt. Misschien beter. Holzhauser. Capitoris krijgt ruimte van Zak Bentato om wat te combineren. Al blijft het tot bij laterale paasjes. Nu dan toch Tissoudali. Nee, geen goede paas terug. Tot bij Holzhauser. En dan maakt hij ook de fout, dacht ik. Dat was een stevige tackle hoor. Miasga nu aan de bal. Ondertussen nog niet het spel kunnen stopzetten. Nu wel uiteindelijk, omdat de bal was buiten getrapt. En het zit bij de settings. Hij was vergeten de spelernaam aan Klopt. Te passen. Voilà, wat we dus dachten. En dan is dat zo meteen aangepast. En na deze korte onderbreking... kunnen we dan weer voort natuurlijk. Stilaan naar het openingskwartier, nog steeds 0-0. Ja, Capitoris is toch ook gestart met die 4-4-2, zagen we net. Holzhauser met Tissoudali. Suzuki was het. Ja, die passing moet wel beter proberen hoor, terug te sturen. Maar inderdaad, ja, die passing. Dat balverlies. Ja, was ook zo bij Zeror dat hij moeilijk de bal kon bijhouden. Lawrence
En Amuzu. Het duo op de linkerkant. Sambi Lokonga. En Kana. Amuzu. Geduldig van Zak Bentato. Ja. Speelt heel geduldig, maar dat was in het begin ook tegen Kylie. En af en toe duwt hij dan even het gaspedaal in. Benieuwd of hij dat nu gaat doen. Alleszins, Capitores verdedigt er heel sterk. Allee, niet kortop, om zo te zeggen. Laat de ruimte. Nee, zo kan je natuurlijk ook beter die skill move inschatten en op reageren. En hier Mesha, moet ik zeggen, met de speedboost en dan goed opgevangen door Capitores. En kleine fake croquetta cancel van Zak Bentato daarnet. Holshouser met Masangu. Goeie doorsteekpaas. Hier is Suzuki. Het uitgestoken been van Lawrence. Ja, probeerde daar een heel-to-heel om zich vrij te spelen. Maar was misschien beter even teruggedraaid om de ruimte in het centrum te gaan zoeken. Ook niet meteen een speler die heel veel skill moves al getoond heeft aan ons, Capitores. Probeert het nu en dan eens als hij wat ruimte heeft. Kana nu. Die speelt centraal in het midden samen met Sambi Lokonga. Krijgt hem nu terug. En nu zoeken naar ruimte met Sambi Lokonga. Nemecha. Heerlijk, Elastico. Ja. Kana nu. Amuzu en Bundu moet terug recht veren. Sambi Lokonga. Het is een beetje handballen dat hij aan het doen is. Ja, allemaal aan het 16 meter gebied van Anderlecht. Geduldige opbouw. En ik wou net zeggen, het gaat beloond worden. Maar het goede blok van Capitores. Geen volledig vrije, geen vrije schotkans, om het zo te zeggen. Capitores nu met Masangu. Veel ruimte voor Masangu. Moet zoeken naar lopende mensen, vindt hij bij Suzuki. En dan vertraagt het weer. En dan is heel het momentum verloren. Ja, en dan staat iedereen ook weer op de juiste positie bij Anderlecht. Nu kan hij de bal wel goed afsnoepen. Nu moet het snel hier zit er iets in. Ja, maar het duurt moet weer snel wat lang. Gaan. Ja, Tissoudali, het duurt wat lang. En dan gaat hij met dat balletje terug. Nee. Ook dat is weer gaan vervliegen. Dat momentum. Holzhauser zoekt naar de lopende man bij Tissoudali. Murillo verdedigt het makkelijk. Goed ingeschat van Zak Bentato. Maar dat zagen we ook bij B&B Kylie in de eerste wedstrijd. Hè. Eén keer versnelt hij. Eén keer gaat hij snel door het centrum. En dan is Zak Bentato verrast. Maar Capitores vertraagt het voor zichzelf altijd. En een traag tempo is wel de beste vriend van Zak Bentato om te verdedigen. Nemecha met El Hadj. Een paar overstapjes. En Kana vinden. Opnieuw El Hadj. Waar ligt de ruimte? Het is moeilijk te zien. Veel van die overstapjes dat hij doet. Nemecha kiest niet om te trappen aan het halve maandje. Amuzu nu. Nee. Er is geen doorkomen aan. Van Hamel. Oh. Dat is met een klein beetje risico. Ja, toch wel. Maar doet het goed uiteindelijk. En nu moet hij kunnen. Van Zak Bentato, ja, moet kunnen proberen uitvoetballen. Dat lukt niet. Amuzu. Het einde van de eerste helft stilaan in zicht. En voor Zak Bentato doet hij er toch maar beter aan om met een voorsprong in die kleedkamer te trekken. Hier is Bundu! Oh, la 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 la! Schitterende goal van Zak Bentato met Bundu. Knap gedaan. Heerlijke schijnbeweging. De ene kant uit, de andere kant uit. En Capitores bleef volgen en dan één keer probeert Capitores in te stappen. En dan is het doelpunt voor Zak Bentato. En dat is toch wel verdiend om de eerste helft die bijna gedaan is, kort even samen te vatten. Hij beseft het hoor, dat hij zich daar heeft laten ringeloren met een hand voor het gezicht. Ja, hij gaat wat verdedigend aanpassen ook, Zak Bentato, terug vanuit die zetel spelen. Want ja, Capitores moet nu komen en Zak Bentato op de corner is gevaarlijk. Ja, absoluut. De counter, sorry. Ja, 1-0 nu voor Anderlecht. Ook Zak Bentato kan in het rijtje komen van spelers die een 6-op-6 gaan boeken. En dat ziet er voorlopig zo naar uit, samen met Zeror en ook met Ionel. En Geoffrey Megou en Didista. Dat zijn allemaal jongens die het maximum van de punten hebben tot nu toe. En virtueel staat daar na 45 minuten één helft gevoetbald ook Zak Bentato bij. Na toch wel een geweldige, geniale ingeving. Ja,
Ja, een geniale ingeving. En hij had al vaker laten zien dat efficiëntie zijn grootste wapen is. 65% balbezit ook. 2 shots maar, 2 on target. 1 daarvan gaat binnen. En meer heb je ook niet nodig, natuurlijk. En tegenover daar staat Capi Torres, die nog niets heeft kunnen doen in aanvallend opzicht. Geen schot buiten het kader, geen schot binnen het kader. Helemaal niet. Hij heeft eigenlijk geen verhaal tegenover de defensieve kracht van Zak Bentato, die nu eigenlijk alleen nog maar defensiever gaat spelen en op die counter gaat proberen komen. Maar, en dat heb ik wel bij beide spelers, ik mis wat snelheid aan die 16. Ik mis die ene snedige paas, dat moment dat je dat tempo hoger gaat om de tegenstander te verrassen. En oké, Zak Bentato hoeft dat nu niet te doen. Capi Torres moet echt wel dat tempo omhoog krijgen. Ja. Zak Bentato had wel die versnellingen tegen Kylie toen, tegen Oostende. Maar inderdaad, vandaag ontbreken ze een beetje. Maar goed, hij staat wel 1-0 voor. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Het resultaat binnenhalen. Benieuwd of hij dat nu ook gaat doen in deze tweede helft. En of Capi Torres toch nog kan komen aan de goal van Anderlecht of niet. Capi Torres nu wel met 5 van achter in plaats van 4. De 5-3-2 staat er nu op het veld. Amuzu nu naar Mecha. Goeie beweging. Mecha kiest op het juiste moment om te passen naar Amuzu. Maar die vindt dan Mecha niet terug. Goede poging. Crosspass van Capi Torres. Maar het komt goed. Gelukkig maar. Want hier is Bronjo nu. Bronjo met Tisudali. En Suzuki. Dat is zeker niet slecht geprobeerd. Een 7 voor uitvoering misschien. Ja, maar Sambi Lokonga kom je niet zomaar voorbij natuurlijk. Hier is hij, Sambi Lokonga. In de combinatie met Amuzu en Mecha. Sambi Lokonga. Lopende jongens bij Anderlecht. Mecha, die hem diep komt ophalen. Boundou, de maker van de goal. Hier is Boundou. Gaat hij erdoor glibberen? Nee. Masangu. En nu versnellen. En Suzuki heeft wat ruimte centraal in het middenveld. Moet hij optimaal proberen benutten. Tisudali, die zit dan weer op een eiland. Wat draaien en keren en gemakkelijk te verdedigen voor Zak Bentato. Kana nu. En Elhadj Sardella. Wat is Zak Bentato heel rustig in en comfortabel in die opbouw. Boundou. Dat hoeft natuurlijk niet. Boundou. Boundou. Nee. Goeie speedboost. Ja, maar goede tackle wel van Beerschot daar. Maar ik zie het eerder 2-0 worden dan 1-1 voor het moment. Absoluut. Holtzhauser kan nu wel uitvoetballen. Veel ruimte tussen de linies nu. En nu moet Capi Torres proberen wat vaart in het spel te krijgen. Maar nee. Aanvallend lukt het niet. Ja, en als hij er vaart probeert in te steken, is hij vaak meteen die bal kwijt door een slechte paas. Mecha. De bedoeling was Boundou, denk ik, daar te bereiken. Dat was moeilijk. Kana nu. En Elhadj. Zometeen even een tactical stop voor Zak Bentato. Eerst kijken naar deze aanval nog. Murillo. En Kana. Het is zeker geen overweldigende prestatie ten opzichte van vorige week, wat Zak Bentato toont. Krijgt ook iets minder ruimte natuurlijk van een Capi Torres dan van een B&B Kylie. Ja, het is heel zakelijk hoor, de manier waarop hij speelt. Het is een beetje op zijn Nico's van Cercle. De bal bijhouden, maar dit is wel goed. Amuzu, de terugspeelpaas is dan iets minder. Ik zou hem nu niet volledig vergelijken met Nico van Cercle, want het balbezit dat Zak Bentato houdt is niet per se om geen doelpunt tegen te krijgen. Het is echt zoeken naar die vrije ruimte. En het is, ik zou er zelf niet tegen willen spelen, want 2-3 ballen raak je niet, denk ik. Nee, het is heel frustrerend op deze manier voor Capi Torres. Lawrence en Amuzu. Sambi Lokonga. Even weer die bal wat voor zich uitduwen. Mecha. En Kana. Elhadj. Hola, mooi geprobeerd. Poging tot sombrero. Capi Torres verdedigt wel beter, vind ik, deze tweede helft. Heeft natuurlijk een mannetje extra in dat centrum. Heeft natuurlijk die 4-0 afstraffing van daarnet nog in zijn hoofd bij die rematch tegen Zeror. Ja, dat scenario wil hij vermijden natuurlijk. Hè. Er opnieuw 4 in of binnenkrijgen. Kan aan nu.
Nog steeds niet kunnen pauzeren voor Zak Bentato. Het blijft even voortduren met nu nog een kwartiertje te gaan. Snoept El Hadj de bal af. En Sambi Lokonga in de combinatie met opnieuw El Hadj en Kana. En dan is het weer handballen. Hier is Bundu. Nee, verliest hem aan Vorogovski. En Capitores nu, opening. Hoe was het daar van Suzuki? Holzhauser nu met Massangu. Weinig lopende mensen naar voren. Maar wie dan? Nee. Zo gaat hij nog 1000 jaar FIFA mogen spelen. Hij gaat geen doelpunt scoren op deze manier. Vrees ja. Ik ook voor. En zo zitten we in die laatste 10 minuten. Het spel is nog niet, of de bal is nog niet buiten geweest. Het spel is nog niet stilgelegd geweest. Dus blijven we wachten op die ene tactical change nog die Zak Bentato wil doorvoeren. Kana nu. En El Hadj. Sambi Lokonga. Tot bij Metja. Een kleine rainbow flick daar. Tissou Dali. En Holzhauser. Ja, de tijd begint stilaan te dringen. Voor Capitores, als hij toch nog een punt wil pakken. Dit is nu wel goed gespeeld tot bij Bronjo. Het stiftertje naar Suzuki was het. En de enige echte kans die we nu gezien hebben in de tweede helft voor Beerschot is een klein kopballetje. Klein kopballetje, daar ga je de doelman van Anderlecht zelden mee verrassen. Ja, en Zak Bentato die heeft er geen zin meer in hoor, om te zoeken naar die 2-0. Is tevreden met de 1-0 voorsprong. Ja, hopelijk krijgt hij niet deksel op de neus. Want hier is de voorzet, dat is geen goeie. En dan is dit een doeltrap en dan kan Zak Bentato nog heel even zijn tactical change doen tot de ergernis van Capitores. Die wil natuurlijk verder voetballen. Ja, maar er is nog maar een minuutje te spelen. Gaat hij toch nog wisselen, Zak Bentato? Maar ik vermoed dat het wel zo meteen gedaan zal zijn. Alleszins heeft Capitores zijn ploeg toch ietsje anders opgesteld nu. Veel jongens die het veld breed moeten houden, zo lijkt. Ja, een aanvallende weelde een beetje gecreëerd. De 4-5-1 is een gekende opstelling, vooral om op je ultimate 10 spelers te linken met elkaar. En, er wordt zelden mee gespeeld. Althans, dat zie ik toch niet vaak. Probeert het toch op deze manier. Gooit er nog een paar verse krachten in, deze Capitores. En ja, proberen met die aanvallende middenvelders wat meer op de flanken nog te spelen. Maar een minuutje extra en de bal bij Anderlecht. Dus dit wordt moeilijk. Dit wordt inderdaad moeilijk. Nog een lange bal. Kan Capitores die bal afsnoepen en bijhouden? Dat is belangrijk. Nee, het gaat niet lukken, want de extra minuut is er bijgekomen. En ook Zak Bentato gaat na een heel zakelijke wedstrijd tegen Capitores winnen met 1-0. En ik heb eigenlijk met deze jongen te doen, Thijs. Ja, 0 op 6, maar komt tegen twee toppers in de competitie. En het is jammer voor Capitores, die ook geen heel slechte indruk maakt, vind ik. Want hij speelt degelijk, hij maakt het zichzelf alleen wat moeilijk met af en toe een paas te zoeken waar geen lijn is. En Zak Bentato, ja, die efficiënt is denk ik zijn bijnaam. Of zou beter misschien zijn gamernaam zijn, want veel kansen krijgt hij niet, maar maakt ze wel allemaal af. Absoluut, wint met 1-0, houdt voor de eerste keer dit seizoen de clean sheet. 1-0 wint hij van Beerschot. Voor Capitores wordt het recapituleren deze twee wedstrijden, goed alles analyseren. En bij de start van het kalenderjaar 2021 mag je het gaan proberen tegen Club Brugge. Dat wordt zijn eerste volgende confrontatie. Ja, en wie weet kan hij daar eens zijn eerste punten sprokkelen. Hè? Ja, dat is wel tegen een verdedigende tegenstander, maar ook niet fijn, want Quentin speelt graag op die counter en kan Capitores denk ik ook wel pijn doen. Absoluut. We gaan naar de laatste wedstrijd zometeen, beste kijkers, van deze tweede speeldag. En dat wordt er eentje tussen Mechelen en Moeskroen. Ook twee jongens tegenover elkaar die wat goed te maken hebben ten opzichte van de vorige speeldag. Voor de mensen die op tv volgen, het laatste reportagestukje wordt er eentje waarbij Zeror enkele tips geeft voor de casual gamers onder ons om te verbeteren in het spel FIFA. Tot zometeen.